vanmiddag een belangrijke prijs gewonnen. Kun je daar iets meer over vertellen? De Herman Krika prijs. Ik ben daar zelf een beetje onbekend mee. Voor mij is het ook een beetje nieuw. Ik woon al best wel lang in Almelo, maar toch. Ik kreeg een telefoontje van Hilde dat het thema van dit jaar kunst in de openbare ruimte is. En mijn kunstwerk in de voetgangerstunnel op het station of in het station viel op. En ze vroeg of ik genomineerd mocht worden. Ik zei natuurlijk, dat is een grote eer. Mijn penseel is vooral fotografie en daar speel ik mee. Zowel met collages, soms schilder ik op de foto's. Dit werk bestaat vooral uit collagewerk van verschillende foto's. Dus ik heb water gefotografeerd, bloemen en mooie gebouwen of mooie plekjes binnen Almelo. En die heb jij zodanig bewerkt dat ze iets extra's meekregen? Ja, dat klopt. Ja, dat was ook de opdracht. Ik heb de opdracht gekregen van de NS. En ze vroegen mij om een mooi fotowerk te maken van voor de tunnel. Maar ja, criteria was, het moest over Almelo gaan, omdat het voor station Almelo is. Ik ben geboren in Peru. Mijn ouders, maar mijn moeder is van Peru, mijn vader is van Chili. En vandaar Vega Vargas. Dus ja, heel exotisch.